Dat is Rick. Ik ben Thomas en vandaag gaan we naar Pascal Schipper. Bekend van het nummer, ik heb aan je fiets gelikt. Vandaag zijn we dus bij Pascal Schipper. Ook wel bekend van de hit, ik heb aan je fiets gelikt. En op dit moment zijn we bij hem in het bos, waar hij bijna elke zondag lekker wandelt. Ik ben Pascal Schipper, 30 jaar. Ik woon in het allermooie Hogeveen. En bekend van de hit, ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt, die is ontstaan vanuit een feestje bij mijn tekstschrijver thuis. Die een kreet van een heel klein jongetje van een jaar of 7 kreeg hij naar zijn hoofd. Hij zegt, René, ik heb aan je fiets gelikt. En René die had voor mij de opdracht gekregen om een tekst te schrijven die niet alledaags is. Waarvan mensen gelijk denken, wat is dat? En toen dacht René, dat is het. Ik heb aan je fiets gelikt. Moet een liedje worden. Voor Pascal Schipper. Ik heb aan je fiets gelikt is tot een succes gekomen. Door de vele deelpagina's op Facebook, op YouTube, op Dumpet, op overal waar de clip kon staan is de clip voorbij gekomen. Dat heeft ontzettend veel reacties en views opgeleverd, waardoor mensen mij eigenlijk door het hele land heen wel kennen. Een briefje aan je bel, waarin ik je vertel. Ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt. En morgen doe ik het weer. Ik heb aan je fiets gelikt. Dat succes heeft mij gebracht dat de bekendheid die ik daarmee gecreëerd heb enorm is toegenomen. Ik heb daar gelukkig een heleboel optredens door gekregen, door het hele land heen. En dat heeft ook weer geresulteerd in het feit dat de nieuwe clip, de nieuwe single die 2 weken geleden uitgekomen is, meteen weer een internethit is geworden. De nieuwe hit die is wederom ontstaan uit de gekke kreet. Mijn tekstschrijver die heeft een notebook, een klapblok helemaal vol met allemaal gekke kreten. Die man die komt ook door heel het land met optredens. En alles wat maar een beetje raar is, wat mensen tegen hem zeggen, schrijft hij op in een heel groot klapblok. En dan kom ik bij hem en dan zeg ik, kom op René, we moeten weer een tekst hebben, we moeten weer een liedje hebben. Dan pakt hij dat mooie grote klapblok. En dan gaat hij eens kijken van oké, welke kreet gaan we pakken? Wat is leuk? En toen kwam hij met Soep en de buurvrouw. Want Soep en de buurvrouw, ja, als man zijnde weet je gewoon dat de soep moet heet zijn en de buurvrouw ook. Dus die link was al snel gelegd, Soep en de buurvrouw. Hey buurman, ik heb hete soep. Voor de nieuwe hit
Soep en de buurvrouw moest natuurlijk ook een videoclip opgenomen worden. Wij mochten een kijkje nemen achter de schermen. Oké, dus wel gaan we nou even de shot doen. We gaan gewoon de zangtrack doen. Ja. Is dat mooi zo met die achtergrond met de stoel? En af en toe dat ding dat er voorbij komt, dat is alleen maar goed. Ja, nee, maar dat is best wel leuk zo. Oh. Als ik nou zo ga staan en jij komt daar om het hoekje vandaan. Je weet dat hier allemaal brandnetels zitten en zo. En je hebt er wat voor over voor die videoclip of je hebt er niks voor over? Hè? Nee, als het niet kan, dan kan het niet. Maar... ja, het is niet echt lekker, hè? Maar als je nou hier eens gaat staan. Dit steekt ook niet, hoor. Dit is een vlierbes. Pas op je hoofd. Blijf even staan. Kan ik even scherp stellen? Ik maak hier ook een foto van. Want dit is wel grappig. Blijf even staan, hoor. Hé, hey, buurman, ik heb hete soep. Soep, soep, soep en de buurvrouw, die moeten heet zijn, die moeten heet zijn. Soep, soep, soep en de buurvrouw, die moeten heet zijn. Bier is goud het lekkerst. En rookworst lekker warm. Vol vlaai ga je naar Limburg, warme vis naar Volendam. Patat is koud, niet lekker, warme ijsthee is ook fout. En Berenburg, dat drink je lekker koud. Daar gaan we eerst eventjes weg, ik wil je dus eerst niet zien. Kun je niet zien. En kom maar zoeken. Heel goed. Gaan we nog een keer doen. Sorry. Stond je echt in de brandnetels? Net toen ik naar achter ging pas. Ja. Stond je zo goed? Ja. Maar op zich is het wel leuk dat je even komt, je kijkt even links rechts en je gaat weer weg. Oké? Okay? Nou recht naar voren als je niet hebt. Wat zei je? Kijk nou recht naar voren als je niet hebt. Ja, doe maar. Kom maar. Dankjewel. We gaan nu even, ik denk toch dat we nu even met een randshot doen aan het zwembad. En dan gaan we daar even de zangtrek ook nog even een keer op. Ja, is goed. Ja? Mijn schoenen eruit. Ik werk zelf met een heel team. René Kars die schrijft natuurlijk mijn liedjes. Vervolgens wordt het opgenomen in een studio. Dat doe ik dan gelukkig ook niet zelf. Want ik heb daar... helemaal geen verstand van. Als ik dat mengpaneel zie met al die knopjes, dan gaan bij mij bijna de haren recht overeen staan. Want nee, daar heb ik absoluut geen verstand van. Dus gelukkig heb ik daar iemand voor. En eigenlijk besteed ik alles uit. Alles uit. De videoclip, de plugging, het maken van het hoesje. Ik doe helemaal niks zelf behalve inzingen. Natuurlijk, inzingen. Pagina's als Jezus wat slecht, sta je natuurlijk liever niet op. Dat is gewoon zo. Mensen krijgen meteen het idee dat het nummer slecht is. Maar gelukkig als je kijkt naar Ik heb aan je fiets gelikt, dat gedraaid is ook op Radio 2. Waar ik begin vorig jaar gewoon de meest aangevraagde plaat was rondom de carnaval. Met Ik heb aan je fiets gelikt. En de andere grootste stations, 538, Radio NL, noem het allemaal maar op, die hebben hem gedraaid. Dus je weet van jezelf wel dat hij qua zangtechnisch zeg maar niet slecht is. Alleen men twijfelt aan de tekst. Men ziet niet, zeg maar, ja, dat is raar zeggen, maar de humor die wij in het nummer brengen, die kan niet iedereen waarderen. En dat is het feit waarom zo'n Jezus wat slecht pagina de clip plaatst. Hij aandacht aan besteedt. Maar gelukkig vonden ze de clip en de single zo goed dat ze hem 4 keer hebben geplaatst.
Dus ja, dat heeft mij weer enorme bekendheid gegeven. Oké. Okay. Goed zo. Even kijken of die goed is. Gezien? Ja, dit soort dingen zijn zo dumpert gevonden. Ja. Weet je, iedereen mag vinden wat hij vindt. Iedereen heeft zijn eigen mening en we zijn in een vrij land, die mag je zeggen. Alleen gaat het wel om de manier waarop. Mensen moeten zich wel realiseren dat er verschil is tussen kritiek en kritiek. Wat ik net zei, iedereen mag mijn nummer niet leuk vinden. Tuurlijk, dat mag. Maar het gaat wel om respect. Respect in de zin van dat ik ben ook maar gewoon iemand die iets doet, die iets leuks probeert te doen. En vind het niet leuk, dat mag. Maar hou wel je respect. Eerlijk gezegd bekijk ik de reacties helemaal niet. En doe ik er eigenlijk ook vrij weinig mee. Want als je er wel wat mee gaat doen, met de reacties, dan denk ik dat je jezelf helemaal in een slecht daglicht gaat zien. Want ja, er staan gewoon reacties tussen die je liever niet over jezelf leest. En daar zou je wel zeer zeker depressief van kunnen worden. Dus nee, ik lees dat soort dingen niet. En ik doe daar ook niks mee. Nee, ik doe iets wat ik leuk vind. En of andere mensen dat niet leuk vinden of ze vinden het wel leuk, dat is ieder zijn eigen keus. Dus ja, ik stoor me er ook niet aan. Nee. Je loopt op straat en mensen herkennen je. Mensen willen met je foto, mensen willen je een praatje maken. Voorheen, als ik door Hoogeveen liep, dan was ik binnen een half uurtje door de hoofdstraat. Maar dat kan nu soms gewoon een uur duren. Anderhalf uur. Omdat mensen gewoon even willen weten hoe het met je gaat. En ze willen je laten weten dat ze het wel leuk vinden. Want gelukkig is het merendeel nog steeds positief. En vinden ze het allemaal wel leuk en kunnen ze allemaal wel de humor zien. Dus ja, dat heeft mij zeer zeker beïnvloed. Maar waar ik ook kom, maakt niet uit waar in het land. In Utrecht of in Meppel of in Groningen, waar ik heb haar fietsers opgenomen. Daar ben ik eerlijk gezegd, durf ik niet, jongens. Na de clip, na de single ben ik nog niet weer in Groningen zelf geweest. Nee, moet ik eigenlijk wel doen. Kom maar goed. Weet je, sowieso tegenover mijn fans vind ik het super dat ze altijd achter me blijven staan. En dat ze altijd naar mijn muziek blijven luisteren. Ik krijg berichten door heel Nederland heen die ik ontzettend waardeer. En aan de andere zijde tegen mensen die de humor niet kunnen zien. Ja, dat spijt me. Spijt me, klinkt raar, maar mensen kijken tegenwoordig heel serieus naar het leven. En natuurlijk moeten we het leven ook heel serieus nemen. Er zijn dreigingen van alle kanten. Maar kom op. Er bestaat ook nog zoiets als humor in het leven. Het leven is niet alleen maar serieus. En dat is wat ik met mijn muziek, met mijn nummers, heel graag overbreng. Kom op, laten we een beetje blijven lachen met elkaar, van elkaar houden. Dan komt alles goed. Er is gewoon veel ellende. Gaat het regenen, jongens? Oh, er is zoveel ellende. We gaan inpakken. Volgens mij is het klaar. We gaan monteren. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je niet te abonneren en laat een blauw duimpje achter. Tot volgende week. Hoi!